Hallo, lieverd. Hé, er ligt een heel groot raar ding voor ons hol. Ja, dat is een microfoon. Een wat? Weet je nog dat er vorige week een ander groot ding voor ons hol lag? Ja, dat was een camera, toch? Precies. Toen zijn we gefilmd, in beeld gebracht. En nu komen ze terug met een microfoon. Dat is om het geluid op te nemen dat erbij hoort. Wat voor geluid? Ons geluid. Dierengeluid. Dat vinden de mensen leuk, blijkbaar. Waarom? Ja, waarom, waarom? Mensen willen nu eenmaal graag alles vastleggen en opnemen en uitzenden op hun televisies. Vinden ze leuk? Dan kunnen ze toch ook gewoon live naar ons kijken? Ja, dat weet ik ook wel liever. Maar de mensen zitten nu eenmaal liever graag op de bank met een zak chips. Dat vind jij toch ook leuk? Jawel, maar toch. Piep maar een keer uit het raam, lieverd. Dan zijn ze zo weer verdwenen. Piepen, dat is toch niks bijzonders? Ja, dat weet ik, dat weet jij. Maar dat weten zij niet. Doe het nou maar even. Ik heb het net ook al gedaan. Ik ga niet suffen in een microfoon staan piepen. Ik doe wel wat anders. Wat wou je dan doen? Zingen. Zingen? Ja. Spring maar achterop bij mij. Achterop de fiets. Hé, waarom gaan ze nou weg? Ze willen blijkbaar alleen gepiep horen en niet iets anders. Ach, het zal wel weer voor zo'n suffe natuurfilm zijn. Jee, maar doe je eens iets anders dan anders? Ah joh, laat ze erin, Bram, krijgen zeg. Kom op, je hebt gelijk, wij piepen niet op commando. Ze vonden het blijkbaar niet zo mooi. Nou, dan markeren ze iets aan hun oren met die achterlijk grote microfoon. Ik vond het wel mooi. Echt? Ja, zing het liedje maar af. Ja, maar voor wie? Voor mij, toch? Oké. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me verder helemaal niets. Spring maar achterop bij mij. Dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel dat...